Zit hij goed? Ik heb hem te ver uitgetrokken. Dan moet ik dit weer heel lang aanhoren. Ik kan het denk ik niet eens meer uitstaan straks. Echt heerlijk. En je kan hem dus ook nog best wel fashionable stylen. Maar ook echt als een soort huispak. Heb jij nou een windje gelaten net? Hey, goedemorgen. Wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en vandaag is een volle dag met podcastopnames met Lotte en Laura. De eerste is echt zo leuk ontvangen. De avocado generatie, zo kan je ons vinden op Spotify. Ik zal ook even ons Instagram account in beeld zetten. En daar kun je ons natuurlijk ook volgen. En we hebben nu 2 nieuwe afleveringen die we gaan opnemen in Amsterdam. Dus ik ga die kant op. En dan ben ik denk ik zo half eindmiddag thuis. En dan ga ik nog wat kleine werkdingetjes doen. Maar ik heb wel echt heel veel zin erin. We gaan deze keer over het onderwerp reizen. En over het onderwerp relaties praten. Ik heb nu al weer zin in de gesprekken die we gaan hebben. Het was vorige keer ook super gezellig. Dus ik heb alles hier klaarstaan. Ik heb een statief, een andere trui voor de tweede aflevering. Dan heb ik hier een laptopje mee en de uitwerking, zeg maar een soort format voor de 2 afleveringen in 3-voud en opladers en zo. Dus volgens mij heb ik alles, dus let's go. Heerlijk zonnig weer jongens. Ik sta even te wachten op Lotte bij de bushalte en dan gaan we zo het Topa-gebouw binnen. En dan gaan we daar de opnames doen. Ik heb wel even wat broodjes gehaald zodat we tussendoor kunnen lunchen, want het best wel een lange zit wordt. En Lau komt denk ik met de auto, denk ik, weet ik niet zeker. Gaan we zo zien. In ieder geval ben ik een beetje vroeg, dus ik kan beter even van deze zon nog genieten voordat ik naar binnen ga. We hebben pauze. Hoe vonden jullie het gaan, meiden? Ja, heel goed. Echt weer heel leuk, hè? Natuurlijk. Ja. Echt leuk. Ondertussen is Lau bezig met broodje uit de tas halen. Mijn maag knort ook echt. Op een gegeven moment dacht ik echt, je hoort het vast in het microfoontje zelfs. Oh, ik wel. Maar dit is echt een fijne ruimte, dus dat is wel heel lekker. En we gaan er zo nog eentje doen. En ja, dan komen we denk ik precies weer uit met de tijd. Een sprong in de tijd. Ik ben inmiddels thuis. Het was echt super leuk om de podcast op te nemen. Ik denk dat het weer hele leuke afleveringen gaan worden. Het was wel intens, kan ik je zeggen. Over 2 onderwerpen, ieder minimaal een uur zo in gesprek. En op een gegeven moment hadden we ook wel technische mankementjes en zo. Dat de hele tijd de accu's verwisseld moesten worden. Dus ja, we moesten nogal op het einde opschieten met de foto's en weet ik het wat. Maar het is gelukt, we made it. En inmiddels ben ik dus weer thuis. Ik ook. Ik heb even mijn bril opgezet. Vind ik altijd heel fijn. Sieraden af en bril opgezet. Dat doe ik heel vaak als ik thuis kom en denk... Wel lekker het thuisgevoel. Ja, precies. En nu hebben we een soepje, een pastinaaksoepje, zat nog in de vriezer. Ook nog wat restjes couscous. Lekker trouwens. Ja. En we hebben een naanbroodje en kruidenroomkaas. En dan moet jij zo meteen weer de deur uit. Ja, ik moet vergaderen. Niet zo zin om te vergaderen. Het is toch niet echt vergaderen, het is toch intervisie? Nee, het is intervisie. Oké, dus vergaderen. Nog intensiever vind ik eigenlijk. Intercollegiaal overleg. Precies. Maar het is wel een gezellige groep. Dat dan weer wel. Dat is fijn. Dus ja. Maar het is wel vrijdag. En dan ga ik vanavond ook maar even werken, want ik ben nog niet klaar. Ik moet mijn video voor zondag nog editen. Oh. Dus het komt ook weer goed uit eigenlijk. Dat jij dan ook iets hebt. Ja. Oh, zielig zijn wij. Nee, het valt heel erg mee. Hey, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb gisteren heel weinig beelden gefilmd. Er is niet zoveel gebeurd. Vandaag is het zaterdag en Marco en ik hebben echt voor het eerst sinds weken een dag dat we met z'n tweeën eigenlijk niks hebben. Als in, we gaan wel wat dingen doen, maar we hebben niks gepland of aan afspraken of wat dan ook. Dus we hebben besloten om zo gezellig even te gaan brunchen hier. En dan gaan we daarna gelijk door boodschappen doen. We hebben wat lege flesjes die we willen inleveren. Wat karton dat we weg willen brengen. En ja, dat is gewoon heel erg fijn om even samen te doen. En vanavond gaan we Wie is de Mol kijken. En dat is ook heel leuk, want tot nu toe moesten we elke keer de aflevering terugkijken. Omdat we gewoon iedere keer iets hadden, zaterdagavond. En als we zin en tijd hebben, gaan we ook nog even naar de Woonboulevard. Om te kijken voor verlichting voor de babykamer. Want ik vind dat best wel lastig om dat online in te schatten. Hoe groot lampen zijn, wat voor soort licht het geeft en zo. Dus het is toch wel fijn in een lampenwinkel, denk ik. En we willen ook kijken voor een fijne stoel waarin ik kan voeden. Of waarin we kunnen voeden. Als in Marco met een flesje. Ik hopelijk borstvoeding, maar misschien ook met een flesje. Vast ook af en toe. En het idee was om er eentje te vinden die misschien in de babykamer past. Maar ik wil hem een beetje uitzoeken dat hij eventueel ook in deze positie mooi zou staan. We overwegen namelijk, want we hebben al heel lang 2 banken die we zo bestaan. En eigenlijk hebben we wel een soort van idee dat we ooit een hoekbank willen. Maar ja, ik heb er niet veel haast mee. Marco die wil wel heel graag een hoekbank. En misschien als we dan inderdaad een stoel kiezen die toch een beetje te krap wordt in ons babykamertje. Dat het wel handig is om ook daar naar te kijken. Want ja, om en twee banken en een stoel hier te hebben, dan wordt het echt super vol. Ook met de box en zo. Maar dan moeten we maar gewoon eventjes kijken. Ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb dit truitje aan, die is van Louis Elise Concept Store. Dan mijn flared broekje van Comget Fashion. En helaas zijn mijn chunky sneakers en stukjes. Ik heb allemaal tips van jullie voor goede nieuwe sneakers. Want ik wil heel graag wel een vervanging daarvoor. Maar ik heb nu gewoon maar even mijn Puma's eronder aan. Die zijn ook al best wel oud. En ja, vind ik wel gewoon een comfy outfit. Maar ook best wel leuk. We hebben net heerlijk genoten van een brunch bij Bubbels en Moor, zo heet het nu. En ik vond het zo lekker, want ik kon daar dus ook gewoon met tosti met gerookte zalm brie nemen. Want sowieso omdat het dan verhit is. Maar ook, ze zei nog dat ik sowieso die zalm kon hebben, want die zit dan op een bepaalde manier verpakt. Dus dat is heel fijn, want ik had heel veel zin in zalm. En nu gaan we boodschappen doen. We moeten nog even naar de Kruidvat inderdaad. Voor tandpasta. Gewoon allemaal dingetjes die moeten. Maar die wel leuk zijn om even samen te doen. Het voelt een beetje als een kneuterige zaterdag. We hebben nu zo vaak boodschappen besteld. Dat boodschappen opeens een hele happening is. Ja, ik heb het gewoon heel vaak besteld. Zo burgerlijk is. Ja, maar wel leuk. We zijn weer thuis en we hebben echt een heleboel boodschappen gehaald, jongens. Niet normaal. Soms denk ik dan dus dat bestellen eigenlijk duurder is. Omdat Lidl wel gewoon echt betaalbare winkel is. Maar je laat je wel weer sneller tot dingen verleiden. Dus van, oh ja, dat is ook wel handig en zo. Dat merk ik wel. Maar goed, we hebben nu wel echt voor de hele week. En er waren ook best wel veel dingen die gewoon op waren voor een wat langere tijd. Die we echt niet iedere keer kopen. We waren bij Lidl €85 kwijt. En bij de Albert Heijn €10. En we hebben ook nog bij de Kruidvat nog een paar dingen gehad. Zoals kauwgom en snoep en zo. Maar dat heb ik echt niet hier liggen. Maar ik ga jullie laten zien wat de buiten is. We hebben weer 2 verspakketten. Daar zijn we echt fan van. Risotto, daar doen we nog extra deze oesterzwammen bij. En groentekebab. Dan gaan we ook een keer pilaf eten. En daarvoor hebben we kip, tomatenpuree, paprika en prei. Prei? Oh ja, gevonden. Ja, dat wist ik, maar ik zag hem niet. Klopt. We gaan ook gewoon een keer iets met krieltjes en vis dat we nog hebben eten. Dus dat wordt ook hartstikke lekker. En met een salade van tomaten en komkommer. Dan hebben we hier tabasco. Die was op. Heel lekker is dat. We gaan pannenkoeken eten vanavond. Zoveel zin in. Echt heel lang geleden. Hier heb ik allerlei dingen voor ontbijt en lunch. Als crackers, muesli, ontbijtdrink, kwark, vruchtjes. Dan hebben we hier, ik ga kwarktaart maken, had ik opeens heel veel zin in. Ik denk vanavond of morgen. Vind ik altijd super lekker. We hadden nieuwe vuilniszakken nodig. En hier hebben we heel veel fruit, tussendoortjes en frisdrank, sapjes. Oh jongens, ik eet zoveel fruit, nog meer dan normaal. Nu ik zwanger ben, ik heb echt zo'n soort soepbehoefte. Vandaar ook deze mini ijsjes en deze. En ik ben heftig teleurgesteld. Want ik ben dus iemand die heel erg fan is van strawberry cheesecake. Niet van alle, maar vooral die van Ben & Jerry's. En die kun je dus in geen enkele winkel meer kopen. Zelfs de grootste Jumbo waar ik ben geweest had het niet. Ik denk dat het geen populaire smaak is. Maar die bakken vind je dus nu altijd alleen maar in chocola en nootachtige smaken. Maar echt nooit meer in strawberry cheesecake. En soms zit het wel in zo'n set van 4 met 1 mini erbij. Maar ja, dat wil ik dan niet. Dus als iemand de tip heeft, het hoeft niet per se van Ben & Jerry's te zijn. Want ik vind dit merk van Lidl ook echt top. En die hebben dus ook een verpakking met 4 kleintjes. En dan verkopen ze wel strawberry cheesecake in die set. Maar los verkopen ze dus alleen die andere 3. Mijn camera viel echt net tot 3 keer toe uit. Maar als jullie dus een tip hebben voor een grote bak met strawberry cheesecake smaakijs, laat het me weten, want ik heb het nodig in mijn leven. Ik heb net even een half uurtje een beetje gechilled. Even bijgekomen. Wat leuke pakketjes die binnen waren gekomen, geopend. Die zal ik jullie laten zien als ik weer thuis ben. Maar nu gaan Marco en ik eerst naar de woonboulevard. Wow, het spartelt in mijn buik. Oh. Zullen we gaan? Heb jij nou een windje gelaten net? Godverdomme, het stinkt. Oké. We zijn beland in de Van Bommel en Marco is eventjes een bank aan het testen. Zit hij goed? Deze vind ik wel heel mooi. We vinden hem wel te donker hoor, maar je kan hem in andere kleuren. En ik hou wel van dit beetje geruwde materiaal. Dus misschien... Deze hebben we gewoon even een fotootje van gemaakt. Hij is qua formaat ook fijn, want hij is niet zo heel groot voor een hoekbank. En lekker stevig, we houden niet echt van die hoekbanken met heel veel kussens en zo. Maar dan denk ik wel leuk om te zeggen van als ze deze hoekbank zouden doen, zoals dit, hè, dan zou ik zeggen de hoek moet aan die kant, moet aan deze kant aan. Ja, dat is veel logischer bij onze indeling. Ja, tenzij we opeens weer alles gaan omgooien. You never know. We zijn een beetje inspiratie aan het opdoen over verschillende winkels geweest. We hebben niks gekocht. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren, maar het is wel prima om gewoon weer even wat ideetjes op te doen. Nu lopen we bij de Jysk en met de Leen Bakker. En we zijn ook bij de WoonExpress geweest, ondanks onze erge ervaring vorige keer. Gewoon inspiratie, kan geen kwaad. We zijn weer thuis. De woonboulevard was leuk, maar verder niks gekocht. Wel wat leuke dingen bij de Kruidvat gehaald die ik nog even wilde laten zien aan jullie. Want ze hadden een hele leuke collectie van Bambino. En dan heb ik deze hydrofieldoek groot. Dit is een aankleedkussenhoes. Vond ik ook heel schattig, dus voor het verschoonkussen. En dan heb ik ook nog een beetje zo'n okergeelachtig babydekentje voor bijvoorbeeld in de Maxi Cosi. En dit vond ik ook ideaal. Een opvouwbare kinderwagentas. Met haken dat je hem heel makkelijk aan je kinderwagen kan bevestigen. Voor de rest heb ik hier gewoon dingen die we nodig hadden. Handzeep, snoepvoorraad. Ja, niet boeiend. Oh ja, en ik heb deze gymbal. Het is zo'n grote bal. En ja, dit schijnt ook heel fijn te zijn om de eerste weeën op te vangen als je nog thuis bent. Ook al om wat oefeningen trouwens van tevoren op te doen. Om je rug en je romp wat te versterken. Dus die heb ik ook meegenomen. Want ik vond die prijs wel oké voor zo'n bal. Volgens mij was deze €5. En dan heb ik ook nog wat dingetjes binnengekregen. Ik ga ze er even bij pakken. We hebben een wiegje van iemand geleend voor de eerste weken, maanden. Ik weet niet hoe lang we dat gaan doen. Maar we hadden dus alleen nog beddengoed voor het ledikantje. Maar dat is echt te groot voor het wiegje. Dus ik heb daar nu leuke setjes voor gekocht. Van Jolijn, dit dekentje. Volgens mij is dit dezelfde die we ook voor het ledikantje hebben. En ik dacht ook daarna, dan zijn die kleine dekentjes nog steeds handig. Voor de Maxi Cosi en weet ik het wat. En met deze, met diertjes. Met dit lakentje erbij. En het andere setje is dit rozige dekentje. Dit setje is van Maiko trouwens. Die heeft dan zo'n, aan de binnenkant een zacht roze kleur. En dan met dit lakentje. Vind ik ook wel heel schattig. En ik wilde heel graag alvast een muziekdoosje voor onze dochter. Omdat ik die ook wil afspelen op mijn buik. Ja, ik heb er best wel veel over gelezen dat het wel fijn is als de baby al een beetje gewend is aan een bepaald geluid. Wat er dan ook nog is als ze niet meer in je buik zit. Dus ik heb deze van Little Dutch gekozen. En nou, het is echt een beetje zo'n vals slaapliedje, maar die ga ik nu dus af en toe afspelen op mijn buik. We lezen soms ook al een boekje voor en zo, dat is echt heel grappig. Oké, het is ook echt een beetje vals. Wel lief. Ik heb hem te ver uitgetrokken, dan moet ik het weer heel lang aanhoren. Ik kan het denk ik niet eens meer uitstaan straks. En als laatste hebben wij een luiertas opgestuurd gekregen van een BR-bureau, een cowboysback luiertas. En ik vind deze super mooi. Hij is echt heel breed zoals je ziet. Hij heeft hiervoor een vak dat heel groot is. En hij heeft aan de binnenkant een verschoonmatje, zoals je ziet. Dus dat is ideaal. En een heleboel steekvakken met elastiek waar je dus echt super veel in kwijt kan. Flesjes en zo. Nog een ritsvak. Een lang hengsel, uiteraard. Dat is wel echt een must. Dus ik ben hier echt helemaal blij mee. Ook omdat hij zo heerlijk soepel is. En we hebben voor de zwarte gekozen. Want we zijn nog niet helemaal uit over de kinderwagenkleur. En dit komt dan sowieso helemaal goed. En ja, echt super blij mee. Hierachter trouwens ook nog een ritsvak. Waarschijnlijk gaan we ook nog een rugtas nemen. Zodat je kan kiezen afhankelijk van wat je gaat doen. Of je een rug- of een handtas meeneemt. En soms ook als we dan bijvoorbeeld samen weggaan. Dan kan Marco de rugtas en dan kan ik deze meenemen. Echt top. Er waren meerdere modellen luiertassen en ook rugtassen trouwens. En dit is de Diaperbag Tortola. Dus mocht je benieuwd zijn naar dit specifieke model. Zo heet die. Je hebt er ook eentje die wat meer van die grove zakken op de voorkant had. Maar ik vond dit iets meer passen bij Ja, mijn smaak. We staan gezellig samen in de keuken. Marco is bezig met de pannenkoeken. En we gaan echt zulke lekkere toppings erop doen. Kijk. Banaan! Banaan. En de eerste pannenkoek lukte gewoon. Die mislukt normaal altijd. Hoe kan dat? Nou, omdat ik gewoon geweldig ben. Hallo. Sorry hoor, maar... Ja, niet overenthousiast. Maar die gaan we met Nutella ook doen. Dus dan hebben we banaan Nutella. Yeah. Dan hebben we appelkaneel. En misschien nog rozijn. Maar dat weten we nog niet zeker. En we gaan ook nog met spek en met kaas doen. Dus we hebben echt super lekkere combi's. Hallo, hallo. Ja, oké. Plus we gebruiken gelijk de bananen die echt veel te bruin waren om nog lekker gewoon te eten. En ik heb net de kwarktaart klaargemaakt. Dat duurt echt 10 minuten uit zo'n pakkie. Maar hij gaat nu opstijven. Dan hebben we dat als toetje. Hij staat hier en voor de verandering hebben we een keer voor aardbeismaak gekozen in plaats van citroen. Ik ben benieuwd. Ik likte net al een beetje uit de kom. En ik moet zeggen, ik vond het lekker. Het deed me denken aan Danoontje. Dat is altijd goed. Ja. Bunnies! Ik heb nu een heel andere associatie mee, namelijk die plantjes. Maar... Oh ja. Oh ja. Kan ook. Ik heb er echt zoveel zin in. Mijn eerste is appel en daar ga ik lekker poedersuiker op doen. Yes! Vierstemol en een heel groot stuk kwarktaart. Ruikt echt lekker. Inmiddels is het een andere dag en ik realiseerde me dat ik de vlog... Inmiddels is het een andere dag en ik realiseerde me dat ik de vlog van zaterdag helemaal niet meer heb afgesloten. Maar er kwam nog een heel leuk pakketje binnen met wat items van Chiquelle die ik graag aan jullie wil laten zien. Dus ik dacht, dat ga ik nog even laten zien voordat ik deze vlog eindig. Eén item heb ik nu al aan en dit is echt gewoon heerlijk. Dit is echt perfect als je zin hebt in een pyjama dag, maar er toch iets leuker dan dat uit wil zien. En die andere items zijn volgens mij ook heel leuk. Maar die heb ik nog niet gepast. Dus daar ben ik zelf ook heel nieuwsgierig naar. Ik heb een kortingscode. Die verschijnt nu in beeld. Ook in de beschrijving. Die is een bepaald aantal dagen geldig. Staat er ook bij. Dus mocht je benieuwd zijn. Dan kun je zelf ook iets bestellen bij Chiquelle met die kortingscode. En dan gaan we nu naar de slaapkamer. Zodat ik het kan laten zien aan jullie. Als eerste, zoals ik al zei. Deze heerlijke sweaterdress die ik draag. Het is een hele mooie warme roze tint. Ik vind hem echt heel leuk, ook voor de lente. Want er zit geen wol in. Dus deze stof kun je echt nog wel even doordragen. Nou, hij past voor mij nu ook ideaal. Dat is heel erg fijn. En hij heeft hier een split. Ik heb nu heel charmant dit eronder aan. Kijk er vooral even doorheen. Hij is het leukste gewoon met hoge laarzen en een doorzichtige panty of geen panty. Maar goed, voor in huis heb ik hem gewoon even zo aan. Echt heerlijk. En je kan hem dus ook nog best wel fashionable stylen. Maar ook echt als een soort huispak. En ik vind het printje echt heel erg leuk. Want zoals je ziet zitten er soort spikkeltjes in. Beetje rood, een beetje groen. Echt heel geinig. Er zitten echt allerlei kleurtjes heel subtiel doorheen eigenlijk. Deze rok had ik de vorige keer ook in mijn bestelling van Chiquelle zitten. Maar dan in een soort... taupe-achtige kleur. En ik heb hem nu ook in het gebroken wit. Want deze is me zo goed bevallen. Ik vind hem echt prachtig. En ook deze kleur vind ik heel erg mooi. Het is zo'n fijne ribstof. En er gaat dus zo'n flap overheen. Maar hij is wel helemaal dicht. Dus je kan niks flashen. Vind ik heel fijn. Ik vind het echt een hele chique, mooie rok. En ik heb ook gekozen voor dit, ja, vestje, blouseje. Een soort van zalmroze is die. Of eigenlijk meer, ja, nude kleurig. En er zit een heel subtiel gouden glittertje in. De mouwen zijn heel bijzonder. Vind ik mega leuk. En hij heeft van die sierknoopjes. Ik zal jullie even laten zien hoe lang die komt. Ik wilde hem even hierop laten zien. Vind niet de leukste combi. Maar ik dacht, dan heb ik twee vliegen in één klap. Maar het is zeg maar een vestje dat eigenlijk gewoon tot je broekrand komt. Maar voor mij is het nu... Vooral nu idealer om hem iets meer zo te dragen bijvoorbeeld. Echt een heel leuk dingetje ook wel. Ook leuk voor de lente alvast. Voor deze trui geldt een beetje hetzelfde verhaal. Ik heb deze al in het grijs. Die bevalt me super goed. Heel erg leuk op kokerrokken en zo. En ik wilde hem graag ook in het zwart. Dit kleurcontrast zou ik persoonlijk niet zo snel doen. Vind ik iets te hard, denk ik. Maar je kan zo wel zien dat het echt perfect op zo'n soort modelrok valt. Ik zou dan wel deze anders strikken of wegmoffelen, zeg maar. Waardoor het niet te druk wordt. Dus gewoon dat je echt je aandacht alleen naar die knoop gaat. En niet dat er ook nog een strik is. Maar het is een heel fijn item. En dit kan ik hierna ook gewoon echt nog prima dragen. Dat waren de items. En ik hoop natuurlijk dat jullie het een leuke vlog vonden om te zien. Als dat zo was, doe vooral een duimpje omhoog. Daar zou je me heel erg bij helpen. En dan hoop ik dat je weer gezellig kijkt naar de volgende video. Doei doei!